Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD of RMOR en vandaag ga ik kapot met deze super dikke ambulance gemaakt door Heumots teamlid Jesly. En deze gaat te releasen, dus daar kunnen jullie hartstikke van genieten. Als het goed is zit er zelfs ook nog, voordat ik iets vergeet, we krijgen de eerste melding, een A2 rit. Zullen we die doen? Zullen we die doen? We gaan hem gewoon even doen. En dan gaan we dadelijk wel, als hij heel ver is, want ik heb er niet gekeken waar het is, dan gaan we hem negeren. Maar er zit in ieder geval een reflective skin op. En wat betekent dat nou, is tot als, ja, je schijnt er licht op en het weerkaatst eigenlijk, hè. Je ziet gewoon de reflecterende shit allemaal. Mooi ding, heel mooi ding. Als je, ja, let niet op dat ding. Ik had jullie laatst al gezegd, als je hem inspant in de mod, dan krijg je altijd een rode ammo. Ik had geen zin om die weg te doen. We gaan nu in ieder geval naar onze eerste melding. En we gaan ons nu verrassen hoe ver weg het is. Ik ga jullie dadelijk, of ik zal het nu even voor jullie doen. Komt nu dus in beeld. Een hele tour binnenin, want er zitten ook wat gave futures natuurlijk in. En er is één dingetje. We doen nu nog even snel voertuigcontrole, want dat hebben we niet gedaan. Dit is groen. Dus, nu gaat het helemaal fout door. Groen dus. Hier zo. En werkverlichting. Ik neem jullie nu even mee in de ambu. Rondom de ambu, in de ambu. Nou, kijk eens hier, zo blauw. Daarboven natuurlijk oranje. En daar dan groen. Ja, super mooi natuurlijk. Wat ik al zei, reflective. Hier dan de werkverlichting. Oranje, blauw, hier ook weer blauw, blauw en oranje. Cameraatje voor achteruit te rijden, dat zit er normaal natuurlijk in. Leuk detail. Laten we eens achterin naar binnen gaan. Nou, zoals je hier tegenkomt, een standaard interieur wat we wel gewend zijn. Maar met nog wat leuke toevoegingen zoals hier. Temperatuurregeling, lekker warm achterin. Heel warm trouwens, daar zet ik mijn verwarming nooit op in ieder geval. Maar nu moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet of deze is toegevoegd door Jesly of door de standaard, of dat die al in het standaard interieur zat. Zuurstofflesjes. Normaal zit ze natuurlijk hier achter. Maar goed, dat zijn allemaal wat details waar ik mij vooral mee bezig hou. En wat ik niet erg vind dat niet helemaal goed zit. Stoel, brancard. Zat een andere brancard in. Helaas was hij wel heel erg high poly. Maak ik niks uit. Misschien ook niet, ja, niet van toepassing tot ik dat nu vermelde. Voorin. Versnellingspookje. Ja, natuurlijk. Schermpjes altijd fel. Ligt ook aan mijn GTA hoor. Is namelijk zo dat ik natuurlijk de visual settings heb aangepast. Dat dit lekker fel is. Nou, gevolgd tot dit ook altijd fel is. In ieder geval hier nog een mooi routescherm. Die zit misschien ook wel standaard erin. Dit dingetje nog. Die zit er geloof ik niet standaard in. En hier dan gaan we kijken naar het bedieningspaneel. Ook dit erg fel. Lichten. Maar dat ligt ook weer aan mij, wat ik al zei. Hè. Lichten, links, rechts, werkspots, alles. Hier een mobiele phone voor zover je het kunt zien. Moet misschien even kijken. Nou, maar niks aan. En dit is dan, kijk, allemaal leuke details. Hè? Dat vind ik gewoon leuke details. Hier is bijvoorbeeld dan de knopjes voor oranje en groen en blauw en sirene hier. En zoals je al zag, dat knippert ook gewoon echt mee op het moment dat jouw blauw aanstaat. Dit is trouwens Rockstar Editor voor de mensen die het niet herkennen. Oh, nu gaat het helemaal fout weer. Camera, edit camera. Zo. Spreuksleutel van Motorola. En hier dan die mop die je niet kunt zien met statusknoppen. In ieder geval, laten we beginnen met de video. En ja, dit is dus van binnen het interieur. Je kunt wel vanaf buiten hier zo naar binnen gaan kijken, maar dat zie je nooit goed. Dus nu even dan maar zo'n uitgebreide tour. Eén ding is namelijk, als je blauw aan hebt, dan zit hij hieronder en het is echt opeens ontstaan, want we waren beide even naar die ambu aan het kijken bij mij in mijn singleplayer. En opeens zien we die dingen. En het net hadden we nog niet, dachten we beide meteen. Maar
In ieder geval, we gaan nu eens kijken hoe lang we weg moeten rijden. 1 kilometer is te overbruggen. We gaan lekker rechtdoor, links, vrij, rechts. Kunnen we hier zo tussendoor klippen. Dat is dus niet de bedoeling, daar beneden. Dat snap jullie denk ik ook wel. Dat is gefixt. Hier liep toch net iemand, hè? Wow. Ik zag gewoon een spookje. Dat past ook geloof ik niet helemaal onder. En dat is in ieder geval gefixt. Het kan dus zijn, ik weet niet, ik ben weer heel veel aan het vertellen, maar het kan zijn dat jullie hem, als deze video online staat, oftewel voor mij morgen, dan staat hij misschien nog niet gereleased, maar jullie kunnen via het linkje in de beschrijving even naar de Discord gaan van Heumods. En ja, daar zien jullie vanzelf die release wel verschijnen. En natuurlijk ook GTA 5 mods, denk ik dat die daarop komt. Dus ik zou zeggen, ja, ga ervan genieten. Want dat doe ik ook. Ik snap dit kruispunt nog steeds niet. Moet je nou kijken waar iedereen staat hier. Ik bedoel van, wat is dit? En hier staat het helemaal vast. We gaan niet gebruik maken van een vrijstelling. Ik ga hier gewoon wachten. Ik ga jullie wel het allemaal besparen. Ik ga even snel naar die route kijken. Ik ga hier rechtdoor. Dus ik zie jullie zo in ieder geval op locatie. Elke sluiproute die we kunnen nemen pakken we ook gewoon. Ja, nu moet ik natuurlijk wel zeggen, jullie denken van deze Ambi kennen wij toch ergens van. Die was toch al lang, ja niet gereleased, maar wel gemaakt. Ja, dat klopt. Alleen die was door, hoe heet die ook alweer? Nu ben ik het oprecht vergeten hoe die zichzelf altijd, Beunhaas. Die was toen voor mij gemaakt omdat ik die graag wilde. En even kijken. Ik zou zeggen, collega, ga eens beginnen. Ja, daar waren wat andere dingen aan. Ik vind deze gewoon super mooi. En ja, daar kunnen jullie ook van genieten. Hier beneden zat bij die van die oude versie, zat dan altijd hier zo bij de grill. Zaten de sirene speakers. Nou, zoals het hoort in het echt zitten ze daar beneden dus. Dat hierboven is wat mooier denk ik. En hierachter en aan de zijkant is ook wat, ja, wat beter denk ik. Dus mooi ding. Jullie kunnen hem nogmaals gaan gebruiken als jullie hem niet al gebruiken tijdens het kijken van deze video. Maar dat lijkt me heel sterk. Even van de kant. Ik ga nog even evalueren en dan gaan we hem meenemen. Mijn collega heeft de behandelingen gedaan. Dat weet hij beter dan ik. Hij is tenslotte de verpleegkundige. En dan gaan we snel naar het ziekenhuis. En dan kunnen we daarna de echte spoedritten pakken. Want natuurlijk ook de sirene die hierbij hoort. Ja, die heb ik ook. Dus, en ook nog hard. Dus ik vind het heerlijk om met dit busje dadelijk lekker te gaan scheuren. Dus ik bespaar jullie dit allemaal. Die saaie A2 rit. Of saai. Ik bedenk altijd maar zo, je kunt wel een video van 20 minuten pakken waar je dadelijk ook nog eens een 10 minuten bezig bent met geen spoedritten. Maar je kunt ook lekker veel spoedritten en zo pakken, want dat lijkt me toch gewoon leuker. Ook al is het realistisch dat er A2 ritten en zo bij zitten. Maar ik denk tot, ik denk tot voor een video altijd toch wel een spoedrit leuker is. Zo, we zijn bij het ziekenhuis, we pakken even de mooie route. Of ja, mooi. Nette route wil ik zeggen, maar dit mag officieel ook al niet. Dus ja. Hè? Zo, aankomst. Collega draagt over achterin. Ja, hadden jullie al gezien achterin trouwens. Collega stapt bij me in en we zetten dus op weer status 1. Nee, status 5. Vrij. Status 1 is aan aanvang rit, dus onderweg. Aanrijdend ook wel voor de meeste. Status 2 is ter plaatse. Status 3 is transportbestemming. Dus transport met je patiënt. Status 4 is aankomstbestemming. Dus aankomst bij het ziekenhuis. Status 5 is vrij. Status 6 is op post. Status 7 is een aanvraag spraak. Status 8 is geloof ik een aanvraag spraak urgent. Nee, status 7 is trouwens een... daar gaan we, A1'tje. Status 7 is trouwens buiten dienst. En status 8 aanvraag spraak, status 9 aanvraag spraak urgent. We zijn vertrokken voor de eerste spoedrit van vandaag, een overdosis van drugs. Waarschijnlijk.
verkeer allemaal lekker meewerkt, dan knallen we natuurlijk ook nergens op. Zijn zonne zijn met zijn nieuwe mooie ambutertje ergens op knal natuurlijk. Maar we gaan gewoon zorgen dat dat niet gebeurt. Even de versnelling gebruiken om die rode auto erop te attenderen dat wij ook naar rechts wilden. Hij bleef doorrijden. Dat zijn nou momenten dat je zo'n versneller gebruikt, hè. Om even te attenderen van, hé, ik heb aandacht. Of ik wil jouw aandacht hebben. Trekken gewoon alles uit. Het is allemaal niet nodig om tot hier met je sirene aan te gaan rijden. Ook al moet het officieel, hè. Officieel zou ik hier pas mijn sirene moeten uitzetten. Maar goed, daar gaan we allemaal niet, niet aan meedoen. Goeiedag. Wat is er allemaal aan de hand? Het is natuurlijk leuker als je ook een slachtoffer hebt die terug zou kunnen praten of een roleplay. Dat vind ik leuk aan roleplay, dat mensen terugpraten tegen je. Dat ze je zeggen van ja, dit, dat en dat. Even kijken, oeh, die is er heel ernstig aan toe. Je ziet het aan het leven. Dat is 18. Laten we het houden op 18%. Nou, als jij in je videospel, wat je ook speelt, 18% leven hebt, dan ben je denk ik een beetje aan het rennen. Oh, saturatie is ook heel laag. Dat wil je boven de 94, 95 hebben. Dus minimaal of maximaal 100 natuurlijk. Maar 69 is echt cruciaal. Die is dood aan het gaan. Dus we gaan hem heel snel zuurstof toedienen. En kijken of hij daar dan ook daadwerkelijk van opknapt. Ja, natuurlijk. Mijn collega is verpleegkundige. Ik zou dat allemaal niet moeten doen. Maar ik ben gewoon alles in één. Maar ja, leven van 18, dat is niet echt mooi. Met geen enkel spel. Dus, ja. Even kijken. Hij heeft een depressie. Is 25 jaar. Hij zou dus lopen met een depressie. En hij is opeens op het midden van de straat onwel geworden. We gaan hem medicatie toedienen, mijn collega en ik, om hem in ieder geval even de overdosis waarvan, wat hij ook heeft, een beetje te onderdrukken. Hè? Om te zeggen van, hey, even een time-out zeg maar met die overdosis. Natuurlijk kan dat niet helemaal, maar een beetje stoppen. Tegengaan, zuurstof hebben we. We gaan nog eens even evalueren, kijken of het allemaal beter is gegaan met die zuurstof. Die moet echt wel stijgen. Maar we gaan in ieder geval met spoed naar het ziekenhuis en die is gelukkig... Daar kijken we nu naar. Boven de ambu steekt hij uit. Ik noem het altijd Erasmus puur omdat we dan de roleplay... Zodra is met 10% gestegen, dat is goed. Ademhaling dan ook van 8. Nou, die wil je eigenlijk het dubbele hebben. Het liefste per minuut gaan we ervan uit. 14, 16. Bloeddruk is goed, temperatuur is goed, hartslag is wat verlaagd. Heet bradycardie. Maar we gaan in ieder geval met spoed naar het ziekenhuis, tenzij mijn collega daar anders over denkt. Leven neemt leven neemt flink toe, 41 al. Saturatie van 88, dat komt, dat is nog een teken van hey, zuurstof geven en snel er iets aan doen. Maar ik keur hem al bijna helemaal goed. Oké, wij gaan gewoon rijden. Mijn collega die komt vanzelf alweer zo poef erin. Hij zit er al in. En nu wil je natuurlijk met een patiënt achterin niet zo snel meer door elke bocht gaan. Dus dat doen we lekker relaxed. Niet te hard remmen. Alles onder controle. En we zijn weer inzetbaar. Status 4 is afgegeven en inmiddels ook een status 5. Status vrij dus. En de post waar ik altijd begin. Daar heb ik zo mijn routes naartoe. Oh, dit is wel een heel ver weg. En ook meteen een crash. Die melding gaan we dus niet aannemen. Voor de zekerheid. Want dadelijk komen we daar weer aan, is er niks aan de hand. Ik doe even zo. De post waar we naartoe rijden, dat is ook de post in onze roleplay server. Dus dan weet ik altijd precies van
hoe ik de snelste routes kan rijden. Dus ik rijd niet maar wat, ik heb zo mijn routes. Maar natuurlijk als er melding komt, dan gaan we die gewoon pakken. Net zoals wij nu. Dus ook wij, route hebben we, de melding hebben we ingelezen, hoofdwond, flink. Dus we gaan gewoon met spoed daar naartoe. Alles gedaan. En we zijn vertrokken. Sneller gaat eruit van het rode licht en we wassen. Hier is de post trouwens, daar zijn we nu alweer bij. En dat zie ik ook vaak, tot ze opeens met spoed langs die post komen gereden. En dan hebben ze tijdens het terugrijden naar de post dus een melding. En dan komen ze er net toevallig langs. Wat doe je nou, stomme Volvo? Cool Blue Bus, je gaat niet voor mij stoppen. Ja, dan krijg je dit soort situaties weer, altijd nog handig. Hier is het altijd druk, hier passen we goed op. Hier is het heel druk. Pak gewoon de stoep mee joh, kan gewoon. Hier wordt het wat moeilijker. Beetje ruimte maken mensen, beetje ruimte maken. Ik rijd toch nergens tegenaan hè? Ik hoorde het wel. Geef ze even de tijd en ze maken ruimte voor je hoor. Hier maar rechtsop. Ja, goed meegedacht. Die wist gewoon toen naar links moest. Wat was de melding hoofdwond? Kan zijn een hoofdwond door een trauma, hè? Door een val. Kan ook zijn dat die vol is gemapt of zo. Door iemand. Het kan van alles zijn. Ja. Goed. Dit is, ziet er netjes uit. We doen trauma treatment, want het is natuurlijk het trauma. En dan doen we daarna nog even wond treatment. Ik zie ook geen hoofdwond trouwens, maar ja, dat is allemaal wat te veel van me gevraagd. Of daar stel ik wel heel veel eisen als ik gewoon zeg dat je mod een hoofdwond moet nabootsen. Dat is natuurlijk allemaal niet te doen. Laten we hem nog wat lichte pijnmedicatie geven. Het zal wel pijn doen, zijn hoofdwond, neem ik aan. Neem hem gewoon mee. A2 richting ziekenhuis. Leven is 100%. Ja kijk, beter kan niet. Die kan ik hier zelfs nog wachten. Kan dat? Je kunt vertrekken meneer. Ik wens u beste. Ik heb deze patiënt. Kijk eens, hartslag 82, saturatie wat lager. Nou kan zijn dat hij bijvoorbeeld iets had, hè, COPD of zo. Of, nou, bloeddruk goed, ademhaling goed. Leven 100, wat ik al zei. Ja dan ga je die niet meenemen aan het ziekenhuis. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Hoofdwond van val, waarschijnlijk van een trapje. Verzorgd. Niks verder aan de hand. En dan kunnen we hem gewoon weer laten vertrekken. Het zijn een beetje EHBO'ertjes geweest. Niks mis met EHBO'ers trouwens. Ik zeg wel EHBO'ertjes. Maar zijn we een beetje EHBO geweest vandaag. Of vandaag, nu bij deze mail. Jullie snappen me. Oh.
ook al wil ik naar rechts, en ik denk er nu wel aan, er is altijd, of vroeger, ja, niet meteen over heel veel jaren terugdenken hoor, maar een paar maanden terug, toen ik nu niet zo in een roleplay zat, toen ging ik altijd gewoon naar rechts door rood, omdat ik, ja, wist dat een GTA mocht, maar nu, uit automatisme doe ik dat niet meer. Kijk, achter de vrachtwagen kun je niks zien, hè? Dus vanaf nu kun je zien en dan mag je pas weer gas gaan geven. Gewoon de richtlijnen, een beetje, of richtlijnen, veiligheid. Hier wachten we even, want kijk eens wat ze allemaal doen. Het zijn gewoon gekjes hier, joh. Rechts geen zicht, nu wel en gassen. Groen licht. Dan neem je toch aan tot van de rest van de kanten niks komt. Hoi, wat hadden we ook alweer? Oh ja, niet aanspreekbaar. Heel goed man. Ga eens kijken. Goeiedag mevrouw, kunt u mij horen? Leven is niet zo mooi. Hartslag is wel mooi. Saturatie is wat laag. Of hartslag is voor sommige personen normaal. Ademhaling goed, saturatie laag, bloeding goed, temperatuur goed. Even kijken, wat hebben we voor een verhaal? Even kijken. Koud, zweet, kortademigheid, pijn op de borst, allergisch voor ibuprofen, bekend met hypertensie, hoge bloeddruk. Heeft in het verleden al een hartinfarct gehad. Of heeft in het verleden een hartinfarct gehad. En als je nu kijkt naar zweterig, pijn op de borst, kortademigheid, kan zomaar ja ook weer hartproblemen zijn. We gaan in ieder geval wat zuurstof toedienen voor wat support daarbij. Respiratoire support, hoe dat heet. Ondersteuning dus. We gaan wat medicatie geven en dan gaan we even met spoed naar het ziekenhuis. Waar we kunnen natuurlijk geen hartfilmpje maken. Hè. Normaal maak je een hartfilmpje, ga kijken, is dat afwijkend? Zo ja, hè, dan weet je, er zit ergens een bloedpropje vast in het hart. Dan is dat dus een infarct, hoe dat heet. Maar is het bijvoorbeeld, ja, is dat goed, dan weet je, ja, misschien is het de longen, ga je nog uitgebreid daarna kijken. Nu kunnen we het allemaal niet, dus we gaan gewoon met spoed naar het ziekenhuis waar ze eventueel gedotterd kan worden. Als jullie weten wat dat is, laat maar weten in de comments. Hey, sexy. Are we gonna meet up later or what? Ja, ik kom wel een keer langs mevrouw. Yes. Het is Wim trouwens, jullie kennen hem natuurlijk wel. Leven neemt al wat omhoog geloof ik. Ik weet niet meer, saturatie stijgt mooi. Hartslag stijgt ook mooi. Oh. Ik wil even niet aan opletten. Just perfect. Oh shit. Oep. En we zijn er overgedragen door mijn ik lees politie op mijn telefoon en wil ik ook politie zeggen. Hebben jullie dat ook wel eens? Denk ik wel. Het heeft iedereen wel eens dat je iets leest en dat je dan zegt. Of typt. Dat je, ja, dat je iets bent aan het typen en iemand zegt en dat je dat woord opeens overneemt. Qua typen. Patiënt overgedragen door mijn collega ambulance medewerker
En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En een mooie ambulance vinden. En er zelf van gaan genieten. Sirene is niet te krijgen helaas. Maar die kun je vast zelf ook wel maken. Of via iemand anders krijgen. Ik zou zeggen tot over een paar dagen bij een nieuwe video.